lekker, man. Anderhalf jaar geleden werd ik Kamerlid. En mijn eerste twee zinnen in de Kamer waren... Ik vind het zeer pijnlijk om te zien hoeveel er in mijn provincie kapot wordt gemaakt. En voorzitter, mijn tweede zin was... Het kost me moeite geen hekel aan de politiek te krijgen. Anderhalf jaar later is er voor veel Groningers nog weinig veranderd. En vorige week bleek uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen... dat Groningers steeds minder geloven in een goede afloop van de gaswinningsellende. En dat is ook precies wat ze mij vertellen. Dita bijvoorbeeld zegt mij... Het versterkingsonderzoek heeft plaatsgevonden in 2016. Maar we horen niets. En ons huis kraakt en beeft en wij zijn moe, zo moe. Voorzitter, heel veel Groningers hebben nog steeds geen enkel idee wat er met hun huis gaat gebeuren. En ook als Kamerleden weten we niet hoe de versterking van onze onveilige huizen nu verder gaat en wanneer. Maar keer op keer moeten we uit de media horen dat er weer problemen zijn met het vlottrekken van de versterkingsoperatie. Zo bleek vorige week dat er een tikkende tijdbom onder de versterking ligt omdat onveilige woningen mogelijk niet uit het NAM-model komen als onveilig. En dat ook ruim 1200 huizen in de stad mogelijk moeten worden versterkt. Voorzitter, ik ken de minister en hij zal waarschijnlijk zeggen ik ben ermee bezig, ik overleg nog met de regio, maar dat is onvoldoende. Zelfs uw eigen toezichthouder zegt er moet direct worden begonnen met de versterking. Er moet naar worden gestreefd om de versterking binnen 7 jaar af te ronden. Graag een reactie van de minister op de woorden van zijn eigen toezichthouder. Ja, voorzitter, ik heb er geen geheim van gemaakt een jaar geleden dat ook het mij pijn deed om zoveel huizen op de slooplijst te zien staan. En daarom doen we nu de gaswinning naar nul. En het gaat denk ik sneller dan mevrouw Beckerman denkt. Ja, het stuk is keurig genuanceerd. Nee, dat betekent zeker niet dat wij nu weten dat er huizingen in Groningen, in de stad Groningen, versterkt moeten worden. Maar het is wel zo dat er in de hele regio, maar ook in de Groningenstad, huizen op de lijst staan waarvan bekeken moet worden of ze versterkt moeten worden. En daarbij gaat het hierom. Er staan bij mij weten geen Groningstadhuizen op de lijst van de meest risicovolle huizen. Dus dit zijn huizen waar naar gekeken moet worden, juist om vast te stellen of ze versterkt moeten worden. Nou zegt mevrouw Beckerman, nou moet hij niet aankomen met dat hij nog overleg met de regio nodig heeft. Ja, maar dit gaat over de regio. Dit is de regio. Ik pas ervoor om de regio Groningen en de belangrijke beslissingen die daar zijn vanuit Den Haag te besluiten en vanuit deze Kamer. We hebben afgesproken, de regio en ik. We hebben afgesproken dat ik de regio en de NCG de ruimte geef om de voorbereidingen te treffen. Voorbereidingen waaronder ook communicatie. Ook communicatie omdat we met elkaar gezegd hebben, zorgvuldigheid gaat boven snelheid. En het is de regio die daar een belangrijke rol in heeft. Ik heb makkelijk praten. Ik sta daar niet in de steden en de dorpen. De regio wel, de regiobestuurders ook. En die hebben mij gevraagd om daar even ruimte voor te geven. En dat vind ik volkomen redelijk en daar sta ik helemaal achter en ik hou me aan die afspraken. En wat dat betreft vind ik het jammer dat er berichten voortijdig in de media komen met onvolledige informatie, waardoor mensen half geïnformeerd worden. Ik zou er de voorkeur aan geven om de regio en de NCG dat in één keer te laten doen op een zorgvuldige manier. Mevrouw Beckerman. In februari van dit jaar zei u in antwoord op schriftelijke vraag van mij en mijn collega Kooijman, het wegnemen van de oorzaken van de stress en onzekerheid heeft de hoogste prioriteit nu. Maar juist onzekerheid over de veiligheid van je eigen huis geeft stress en onzekerheid. En het is uw eigen toezichthouder die zegt, in juli werd gezegd, in september is het plan gereed, dat is niet gebeurd. In september werd gezegd dat het in oktober zover zou zijn, dat is ook niet gelukt. En hij zegt heel stellig, ga nu aan de slag. En dat is ook wat de regio u vraagt. En mijn simpele vraag is, wat houdt u tegen? Wat houdt de begin gewoon. Tegen? Zorg dat die financiering geregeld is en begin. Voorzitter, er is geen u. De regio en ik zijn het geheel met elkaar eens dat we direct moeten beginnen. Maar het is de regio die terecht en begrijpelijk vraagt om in de communicatie enige tijd te krijgen om dat aan die mensen te melden. Want als een oorzaak van stress onzekerheid is, dan is verkeerde informatie helemaal een bron van stress. Die wens van de regio vind ik volkomen begrijpelijk, daar sta ik achter en daar geef ik ze de tijd voor. En verder is er niemand in het hele spel die niet vindt dat we zo snel mogelijk moeten beginnen. Mevrouw Beckerman. Niemand in het hele spel. Minister,
Dit is geen spel. Dit gaat over onveilige woningen. Mensen die ongelooflijk in de problemen komen. Die ziek worden van ellende omdat ze niet weten of hun huis veilig is. U zegt keer op keer de regio, maar we weten, die regio wil aan de slag. Ik ook. Zegt u, net als uw toezichthouder, dit kan binnen 7 jaar worden afgerond en we gaan nu deze maand nog beginnen. Wat zegt u nu? Ik zou heel graag van de minister willen weten of die daarin meegaat, of die zijn toezichthouder steunt en wat hij gaat zeggen tegen de bewoners van bijvoorbeeld Overschild en Krewert die de plannen al lang hebben klaarliggen. Ik hoop, ik zit deze week met zowel de regio als de NCG en hoop van hen te horen wanneer zij denken dat de communicatie voorbereid is en dat we naar buiten kunnen. En ik ga dat niet vanaf deze stoel voor de regio besluiten. De heer Sinot, ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb de minister goed gehoord. Wat ons opvalt ook in het bericht is dat Groningen officieel nog niet geïdentificeerd is als aardbevingsgemeente. Toch is er wel schade. Wij vragen ons af, zijn er meer van zulke risicovolle gebieden die we nu nog niet in het vizier hebben, waar we wel naar zouden moeten kijken? Hoe ziet de minister dat en hoe ziet hij dat als risico? De minister. En voorzitter, dat zie ik niet. Dat is aan SODM en de Mijnraad. Ik ben uitdrukkelijk, hebben we niet een systeem gekozen waarin even de bewindspersoon bepaalt wat er in de regio onveilig zou zijn. Daar hebben we specialisten voor nodig die in onafhankelijkheid bepalen wat er onveilig is. En dat wat er onveilig is of mogelijk onveilig is, moet allemaal worden bekeken. En als de specialisten daar van gedachten veranderen, komt ook dat op de lijst. Veiligheid gaat voorop en daar zit geen enkele bewindspersoon tussen. Zijn er meer? Nou, dat gaat dus blijken als de NCG naar buiten komt met zijn plannen. Dan zitten er huizen bij waarvan we nu weten dat ze versterking nodig hebben. Waar nog wel een gesprek komt met de bewoners, want die gaan er natuurlijk uiteindelijk over. En er zijn ook huizen waarvan juist bekeken moet worden of ze onveilig zijn. En dat zijn ook een flink aantal huizen. Volgens de Mijnraad-uitkomsten waren dat ongeveer 5000 woningen, waarvan vastgesteld moet worden of ze wel aan de norm voldoen en of er versterking nodig is. En die komen ook in dat proces waar we beginnen met de huizen waarvan vaststaat dat ze niet aan de norm voldoen. En daar begint de versterking. Die is trouwens al deels bezig, maar de officiële aftrap is zodra de regio meldt dat ze daar klaar voor zijn en met de NCG naar buiten kan. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, feitelijk krijgen we eigenlijk nu geen enkel antwoord van de minister. Niet wanneer de officiële aftrap is, zoals de minister dat noemt. Niet wanneer mensen weten of hun huis nou veilig is of onveilig. En niet of de minister zijn eigen toezichthouder volgt dat dit binnen 7 jaar kan. Voorzitter, ik vind dat we hier veel uitgebreider over in debat moeten gaan. Ik zal dat zo meteen bij de regeling van werkzaamheden ook vragen. Maar ik probeer het toch nog één keer. Om toch eindelijk een concreet antwoord te krijgen. Een concreet antwoord waar heel veel Groningers op wachten, omdat zij weten, die grote klap kan komen. Ik weet niet of ik hier veilig zit. Of zelfs weten, ik zit hier niet veilig. En mijn vraag is, volgt u uw eigen toezichthouder? Volgt de minister zijn eigen toezichthouder dat deze operatie binnen 7 jaar moet worden afgerond? Omdat het 7 jaar al lang genoeg een schande is dat mensen in een onveilig huis zitten. De minister. Voorzitter, als mijn wensenlijstje waar zou worden, dan waren ze al versterkt. Maar het gaat hierom, we hebben ook met de bestuurders uit de regio afgesproken dat we geen beloftes doen als we niet zeker weten dat we die kunnen nakomen. En hier nu beloftes doen, terwijl we nog niet weten wat het tempo van de nieuwe versterkingsoperatie is, zouden dus erg onverstandig zijn en zou mij meteen laten zondigen tegen die afspraak. Het zou in ons ideaalbeeld komen waarschijnlijk de beelden van mevrouw Beckerman en dat van mij aardig overeen. Maar we hebben uiteindelijk te maken met dat het in de regio moet gebeuren. En daar heb ik het grootste respect voor en ik wil alle afspraken daarover respecteren. Voorzitter, om te beginnen 3 vragen. Ten eerste, het College van de Rechten van de Mens stelt dat de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, 3 Nederlandse gemeenten, als tweedehands burgers worden behandeld. Dat lijkt me een ernstige beschuldiging aan het adres van het kabinet. Wat is daarop de reactie van het kabinet? En de tweede vraag, bent u het met 50PLUS eens dat er qua systematiek van sociale zekerheid geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland? En is het daarom niet redelijk dat er spoedig een sociaal minimum voor Caribisch Nederland wordt vastgesteld? En mijn derde vraag. Het kabinet richt zich in de komende periode op verder verbeteren van de sociaal-economische ontwikkeling van Caribisch Nederland. Dat is lange termijn. Prima. Maar hoe komt het
dat de levensstandaard er nu zo achterblijft? Wat gaat het kabinet nu concreet doen? En hoe leiden die acties tot een hogere levensstandaard? Mij is de uitlating bekend van het college en het kabinet is het daar niet mee eens. Ik ben zelf ook op de betreffende eilanden geweest. Heb ook echt gesproken met de instanties en de mensen om me op de hoogte te stellen van de situatie. En er bestaat echt juist veel aandacht voor de specifieke op elk van deze eilanden betrekking hebbende problematiek. En dan kom ik op uw andere twee vragen. Die ik, als u dat goed vindt, voorzitter, uw vragen van de heer Krol, in één behandeld. We zijn doordrongen als kabinet van de urgentie van de problematiek. Daarom hebben we in juni 2018 een pakket aan concrete maatregelen aangekondigd. Onder andere een verlaging van de werkgeverslasten met 5%, zodat lonen en uitkeringen omhoog kunnen. Verhoging van de onderstand voor mensen die zelfstandig wonen. Een verhoging van de kinderbijslag met 50%. Dat zijn drie maatregelen die ingaan per 1 januari 2019. Daarnaast onder andere introductie van een toeslag voor alleenstaande gepensioneerden en verhoging van de toeslag voor arbeidsongeschikten. Introduceren van een vorm van tegemoetkoming voor de hoge woonlasten. Dat zijn twee maatregelen waarvoor nadere wetgeving nodig is. Dus die zullen wat meer tijd nemen om ingevoerd te kunnen worden. Maar het is een greep uit de maatregelen die dit kabinet in juni 2018 heeft aangekondigd. Nou zegt het college van de rechten van de mens vooral, ja, het kabinet stelt nog geen sociaal minimum vast. Ook op dat punt is eerder met uw Kamer besproken, onder andere in de debatten die met uw Kamer zijn geweest eerder dit jaar, in september, oktober, dat het kabinet zegt uit het onderzoek wat is geweest, een regioplan, is nog niet een conclusie te trekken die één op één vertaald kan worden in het sociaal minimum. Zo liggen bijvoorbeeld uitgaven voor wonen op Bonaire tussen de 0 en $900. En dan is de vraag, ja, hoe moet je nu een rechtvaardig sociaal minimum daarin gaan vaststellen? En dat moet zinvol zijn, eerlijk en rechtvaardig naar alle mensen toe. Ten slotte, voorzitter, we hebben ervoor gekozen om die onderzoeksresultaten als een doelstelling te beschouwen waar we met concrete stappen naartoe moeten. Er komt een voortgangsreportage, die is uw Kamer toegezegd. Die komt voor de zomer van 2019. En dan zullen de staatssecretaris van SZW en als uiteraard ook de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken opnieuw met uw beide Kamers, conform de motie van de Graaf, daarover in gesprek gaan. Ja, mis alleen de Kamerleden horen zich te houden aan de spreektijden. Ook de minister. De heer Krol. Voorzitter, ja, de minister zegt, ik ben zelf op de eilanden geweest. Nou, ik kan hem de hand geven. Wij zijn er met de vaste Kamercommissie ook geweest. En we hebben bijvoorbeeld in een supermarkt daar boodschappen gedaan. Terwijl op datzelfde moment datzelfde boodschappenlijstje ook in Nederland naar de supermarkt werd gedragen. En werden diezelfde boodschappen hier in een supermarkt gedaan. Nou, ik kan u verzekeren dat het prijsverschil enorm is. En ik heb met eigen ogen gezien hoe groot daar, met name achter de voordeur, de armoede is. Mensen hebben een prachtig voortuintje en aan de buitenkant doen ze net alsof er niets aan de hand is. Maar mensen leven nog echt, echt in armoede. En het feit dat dat sociaal minimum nog steeds niet is vastgesteld, de voorganger, mevrouw Kleinsma, die zei dat het zo spoedig mogelijk zou moeten gebeuren, maar er moest eerst onderzoek komen. Nou, ik hoor nu weer precies hetzelfde. Het lijkt me een cirkelredenering. Ik denk dat er nu met spoed iets moet gebeuren, want u kondigt ook aan dat er per 1 januari volgend jaar iets gaat gebeuren. En de rest wat u voorstelt gaat nog langer duren. De mensen daar hebben nu hulp nodig. De minister. Voorzitter, ik heb dus niet nog steeds hetzelfde. Ik heb een aantal concrete maatregelen benoemd. Als voorbeelden die per 1 juni 2018 zijn afgekondigd. En ik heb uitgelegd dat enkele maatregelen wetgeving vereisen. Hoe eerder we die met uw Kamer en de Eerste Kamer, laat ik zeggen, kunnen vaststellen, des te beter. En over het sociaal minimum ga ik ook vanwege spreektijd niet herhalen wat ik eerder gezegd heb. Dank u wel. Ja. Het spijt mij dat er niet meer uit te halen is dan dit. Ik denk dat de mensen op de eilanden daar erg teleurgesteld over zijn. Dank u wel, meneer Krol. De heer Van Raak namens de SP. De Tweede Kamer heeft het gezegd. De Eerste Kamer heeft het gezegd. Er moet een sociaal minimum komen op Saba, Stesia en Bonaire. De eilandraadsleden hebben het gezegd. Alle hulporganisaties op de eilanden hebben het gezegd. Er moet een sociaal minimum komen.
Er is zo'n stapel onderzoek gedaan naar de toenemende armoede op de eilanden. En iedereen zegt, er moet een sociaal minimum komen. Hoe haalt de regering het in zijn hoofd om dat allemaal terzijde te leggen? En te zeggen, wij weten het beter. En wij trekken ons niks aan van het parlement. Wij trekken ons niks aan van de hulpverleners en van de wetenschappers. Ja. Wanneer komt dat sociaal minimum? De minister. Voorzitter, zoals ik in mijn eerste termijn al zei, heeft het kabinet vaststellende dat er problemen zijn om zomaar één op één dat sociaal minimum vast te stellen, gezegd, we gaan alvast een aantal maatregelen treffen om de sociale omstandigheden daar, de sociaal-economische omstandigheden aanzienlijk te verbeteren. En met uw Kamer is afgesproken in debatten in september, oktober, dat er een rapportage komt voor de zomer van 2018, waarin, als het goed is, duidelijkheid wordt gegeven over wat zou nu dat sociaal minimum kunnen zijn. Maar ondertussen hebben we niet stilgezeten, zijn er maatregelen genomen om nou juist op een aantal punten de bevolking op de eilanden concreet te ondersteunen. Dus ik kan niet meegaan in het betoog van de heer Van Raken. De heer Kuzu, namens Denk. Voorzitter, wat een slappe hap. Het is echt slappe hap, empathieloos, gevoelloos. Ik ben er tijdens het afgelopen herfstreces nog geweest. Ik heb daar ook inderdaad mensen gesproken. En ik vraag me af welke mensen de minister wel heeft gesproken die ik niet heb gesproken. Want als een dergelijke situatie zich zou voordoen in een Nederlandse gemeente, pak een beet Assen, dan zouden we dat totaal niet accepteren en zouden alle Kamerleden hier bij de interruptiemicrofoon staan om er wat aan te doen, direct. En ik vraag de minister, vindt de minister het acceptabel dat mensen twee baantjes moeten nemen of zelfs drie baantjes moeten nemen op Bonaire om te kunnen rondkomen? Vindt de minister dat acceptabel? De minister. Ja, voorzitter, ik heb uiteengezet wat de maatregelen zijn die dit kabinet al heeft genomen en die op het punt staan genomen te worden. Ik heb ook uitgelegd dat er met uw Kamer afspraken zijn gemaakt over een voortgangsreportage over de vaststelling van het sociaal minimum. Als dat de kwalificaties meekrijgt die de heer Kuzu daar aangeeft, ja, dan kan ik daar helaas verder niet zo heel veel mee doen. Want dat is denk ik nou precies waar we verder in willen komen. Voorzitter, de heer Kuzu. Druppels op een gloeiende plaat zijn. Laten we een voorbeeld uitpakken. De kinderbijslag wordt 50% verhoogd. Dat klinkt zo mooi. 50% verhoging. Waar het op neerkomt, voorzitter, is een schrijntje van het bedrag waar mensen mee moeten rondkomen op Sint Maarten voor het levensonderhoud van hun kinderen. En als wij staan voor die gelijkwaardigheid, als we Caribisch Nederland ook beschouwen als onze rijksgenoot, als een gemeente, vraag ik de minister nogmaals, vindt hij het acceptabel, want ik heb hem daar niet over gehoord, vindt hij het acceptabel dat mensen twee baantjes moeten nemen, drie baantjes moeten nemen om rond te kunnen komen, om hun kinderen te eten kunnen geven, om een dak boven hun hoofd te krijgen en al dat soort primaire levensbehoeften. Acceptabel, ja of nee? Voorzitter, ik vind dat iedereen binnen het Rijk recht heeft op een menswaardig bestaan. En het kabinet zet erop in en doet er alles aan om dat te verwezenlijken. Mevrouw Uzetok namens GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister maakt zich toch een beetje heel erg makkelijk af van die mensenrechten situatie. Want het College voor de Rechten van de Mens, die weet dat deze maatregelen, wat de minister heeft genoemd, al genomen gaan worden. Desondanks zegt ze dat de burger zal daar als tweederangs burgers worden benoemd. En dan kom ik op de zorgplicht van de overheid als het gaat om bestaanszekerheid te bieden aan al haar inwoners in haar koninkrijk. Hoe verhoudt zich die plicht tot de opvallend dure kosten van levensonderhoud, ik noem een paar kosten, energie, zorg, wonen, onderwijs, zich tot deze maatregelen en de kosten om die naar beneden te brengen? De minister. Ja, voorzitter. Vooropgesteld is natuurlijk dat het kabinet inderdaad inzet op een gelijkwaardig voorzieningniveau. Dat past binnen de specifieke context van Caribisch Nederland. Dat gelijkheidsbeginsel is van toepassing met inachtneming van het differentiatiebeginsel uit artikel 121a van de grondwet. En in dat kader heb ik vervolgens uiteengezet dat het kabinet kijkend naar de situatie in juni 2008, een pakket, ik herhaal het, aan concrete maatregelen heeft aangekondigd, waarvan een aantal al per 1 januari aanstaande ingaan,
dat het kabinet ondertussen met uw Kamer afspraken heeft gemaakt over, oké, wat moet nou een rechtvaardige norm zijn voor een sociaal minimum? Want empathie is niet alleen maar zeggen er moet iets gebeuren. Empathie betekent ook dat je alle eilanders daar binnen een goede verhouding recht doet. Daar is het kabinet mee bezig en met uw Kamer is in de debatten ook afgesproken dat er spoedig over wordt gesproken.